Hoe heet jij? Ik heet Cheyenne Tony. Schat, ik zat zo een beetje te zoeken. Dit liedje, weet je, dat we wel vaak voorbij horen komen. En ik denk, ik hoor toch iets wat anders is, maar ik kon het niet helemaal plaatsen. Je hebt zo'n heel subtiel, rauw sausje. Ja, dat heeft gewoon niemand. En daar ben ik door geraakt. En daarom ben ik gedraaid. En hoop ik dat je bij mij in het team komt. Zodat we daar gewoon, weet je, van alles gewoon perfect kunnen maken. Cheyenne, ik vond het zo lekker. En wat ik door je zang heen hoorde, was levensenergie. En als toch iets lekker is om te doen, al valt de hele wereld omver, dan kun jij nog altijd zingen. En dat doe je volgens mij de hele dag. Want je hebt een soort heesje op je stem wat verraadt dat jij de hele dag aan het zingen bent. En ik herken het, want Trein is een goed vriendinnetje van me. En die staat zingend op en die gaat zingend naar bed. En daartussenin doet ze ook bijna niets anders. Mijn ervaring zei, misschien is het een beetje riskant, maar mijn hart zei, ze verdient echt een kans. En ik vind je een aanwinst voor het programma. Bedankt. Ik word zo blij van haar. Ik denk, ik kom even kijken beneden. Want ik moet haar even een handje geven. Hoe oud ben je? Ik ben 18 jaar. Shame. Wow. Wow. Nou ja, ik kan alleen maar zeggen, dikke mik, helemaal voor elkaar. Ik ben heel benieuwd wat jij nog meer in je mars hebt. Maar kom dolgraag bij mij. Dan staan we samen op en gaan we samen naar bed zingend. Toch maar? Heel graag. Ja, maar ik heb dan liever dat ze dat bij mij doet. Nee, maar ik vind als je bij mij komt, hoef je niet met me naar bed. Dat beloof ik. Nou, Cheyenne, dat is het moment daar. Ja. Ik wist het eerst, maar nu weet ik het niet meer. Dus ik blijf me daar denken. Je instinct volgen. Ja, ik ga voor... Gefeliciteerd, hè. Super goed gedaan. No one can get in the way of what she's feeling. Ga weg, ik mag jou niet. Ga weg. Hey, vroeger was dit zo'n leuk programma.